Ja, voor ik begin wilde ik natuurlijk ook Sander ontzettend bedanken. Je hebt ons een hele mooie, geestige en ook scherpe spiegel voorgehouden. Ik wil toch even zeggen, ik ga geen naaldhakken fitty met je beginnen. But you're on my list. Partijgenoten, een congres van democraten is niet compleet zonder principiële strijd over ons staatsbestel. En aan de interruptiemicrofoon ging het er onder de jonge democraten soms hevig aan toe. Complimenten jongens. Maar van een afstandje aangemoedigd door, ik zou zeggen, the one and only, hun nieuwe beschermheer en aartsrepublikein Alexander Pechtold. Als vicepremier, als dienaar van die kroon, heb ik de discussies over het wel en wee van het koningschap met interesse aangehoord. Ik wil dus eigenlijk de draad oppakken waar jullie die hebben laten liggen. En mijn verhaal beginnen met mijn meest recente bron van inspiratie, Kings of War. Een zinderend theaterstuk gebaseerd op drie koningsdrama's van Shakespeare. Drie soorten leiderschap in tijden van oorlog en crisis liggen op het Amsterdamse toneel onder een vergrootglas. En door een recensent als volgt getypeerd. Een weldoordachte en gedreven koning, een gevoelige ziel en een mismaakte bozaard. Nou, de vier uren toneel, kan ik jullie zeggen, die vlogen voorbij. Ik was in een andere wereld. Ik zat daar in de veilige omgeving van de Schouwburg van Amsterdam, wetend dat werd verbeeld over het verleden ook de realiteit is van ons continent vandaag. Aanvallers en aangevallenen, wikkend en wegend, beschermend en bezwijkend. Met mensen als voornaamste slachtoffer van machtswellust, agressie, zwakte en verdeeldheid. En de internationale rechtsorde zoals wij die kenden staat onder hoogspanning. Dit is geen eufemisme. De Russische illegale invasie van Oekraïne is daarvan natuurlijk het meest schrijnende voorbeeld. Maar ook in andere delen van de wereld zien we autocratische leiders zien zich bevestigd met toevlucht tot geweld, conflict, repressie. En voor Europeanen is de tijd van nooit meer oorlog voorbij. Het is voorbij voor ons. Mensen sterven op dit moment op het strijdveld. Drie landen verderop, niet ver weg, drie landen verderop. Voor de vrijheid en democratie die wij na drie generaties voor lief zijn gaan nemen. En president Zelensky, de leider van het land dat het grootste conflict op ons continent meemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog, vroeg ons op 4 mei ook de Oekraïnse oorlogsslachtoffers te herdenken. Mannen, vrouwen, kinderen, zei hij, die nog hadden geleefd als er geen oorlog was. Ik heb daar gehoor aan gegeven. Ik heb gedacht aan de oorlogsslachtoffers die het hoogste offer hebben gebracht. Ik heb ook gedacht aan de 196 Nederlanders die in 2014 werden neergeschoten boven Oekraïne. En ik heb gedacht aan de Oekraïners die nu het hoogste offer brengen voor de vrijheid en vrede van heel Europa. En daarom zeg ik u, congres, zolang wij regeren, zolang wij mee mogen beslissen, zal Nederland Oekraïne op alle fronten steunen. Van wapens tot noodhulp, van wederopbouw tot het pad naar het lidmaatschap van de Europese Unie. Democraten, vrede, vrijheid en gerechtigheid, die waarden zijn universeel. Alle mensen op de wereld streven dit na. We gunnen het iedereen, zoals we het onszelf ook gunnen. Wie vrede en vrijheid wil waarborgen, zal altijd waakzaam moeten zijn. En wie vrede en vrijheid wil beschermen, zal militaire afschrikking niet schuwen. We hebben de luxe niet. Wie vrede en vrijheid wil bevorderen, zal ook moeten handelen als het erop aankomt. En daarom investeren we in defensie.
Daarom zijn we een loyale en daadkrachtige bondgenoot in NAVO. En door de oorlog in Oekraïne beseffen we weer de noodzaak van een sterke NAVO. En de noodzaak van een sterk en krachtig Europa. En de Europese integratie op militair terrein wordt steeds tastbaarder. Jullie kunnen de voorbeelden zien. Maar een sterk Europa vraagt om meer dan vrijblijvende en op consensus gerichte samenwerking. Het woord polderen overigens vertaalt zich lastig in de 27 EU-talen, vertel ik jullie. Maar er is altijd werk aan de winkel. Nee, een krachtig Europa vraagt om daadkracht en om strategische keuzes voor de toekomst. Het maken van die keuzes wordt te vaak bemoeilijkt. Daarom pleit ik voor een volgende stap, een hele reële stap. Het moet onmogelijk worden voor één land, groot of klein, om de hele Europese Unie, om Europa, lam te leggen. We moeten zoveel mogelijk af van veto's. Genoeg is genoeg. Als ons dat lukt, dan maken we een einde aan verdeeldheid. Dan is Europa sterker dan de ene zwakke of zwakste schakel. En dan kunnen we veel beter onze stem voor mensenrechten, democratie en vrijheid doen klinken. Doen klinken op een geloofwaardige manier. En democraten, die stem is harder nodig dan ooit. Dat laat deze tijd ons ook zien. De energiecrisis is een harde les en een wake-up call. We moeten strategisch minder afhankelijk zijn. We hebben de ogen geopend. We zien dat het kan. Met wapens, met vaccins, met energie. En dit zijn eigenlijk alleen maar nog de meest recente voorbeelden. Een verenigd, autonoom en zelfbewust Europa dat weet wat het kan en dat weet wat het wil. Daar ligt voor mij de meerwaarde en daar ligt onze gezamenlijke toekomst. Maar dat werpt natuurlijk een andere vraag op. Hoe verhouden wij ons tot China? We kunnen niet ontkoppelen van China. Het is niet realistisch. Het is ook niet wenselijk. We hebben gedeelde belangen. Kijk alleen maar naar klimaat en handel. En ik zeg ook, als voormalig VN-gezant, engageren is veelal beter dan negeren. Zonder naïef te zijn, we zullen risico's moeten verminderen. Jullie breken onze vrouwenrechten af. We kunnen wel. Ik stop even. Onze toiletten, data, in onze data en op onze posities. Sorry, wil je? Onze woorden, onze ruimtes. Maar ik weet niet waar je het over hebt. Ik kan je niet horen, lieverd. Ja, maar je praat door mij heen, dus het is best lastig. Wil je hier even komen, dan mag je het ook vertellen. Hi, Sigrid. Aangenaam. Ik stop even mijn verhaal. Ja, dat is goed. Wat wil je doen? Ik wil graag wat kwijt. Zeg het. Ik voel mij verraden. Door u specifiek en door de mensen hier in deze zaal. Want u, van alle mensen in de politiek, heeft een mond vol van vrouwenrechten. Maar u, als u niet weet wat een vrouw is, kunt u ook geen vrouwen vertegenwoordigen. Dankzij uw partij hebben mannen hun weg gevonden naar onze sport, naar onze kleedkamers, mannenrechtenactivisten, the lots of you. Naar onze sport, naar onze kleedkamers, naar onze toiletten. Het zijn vooral de vrouwelijke toiletten die verdwijnen. Hoe kan dit? Dit is geen vooruitgang, dit is achteruitgang. En dat accepteren we niet. Oké, heel mooi. Dank u wel dat u mij het momentje geeft. Heel fijn. En fijne dag. Ik zou zeggen, maak een afspraak, want je had ook op een andere manier je verhaal kunnen vertellen. Want uw partij heeft mij zelfs geblokkeerd op social media. Dat is hoe erg u vrouwen de mond snoert. Dat is een heel groot woord. Ik ga nou even lekker door met mijn eigen verhaal. Vind een plek. Dank jullie wel.
Dank jullie wel. Zo zie je maar. Nooit te oud om te luisteren. En daar kom ik zo op. We kunnen wel, democraten, onze grootste kracht gebruiken. Onze enorme Europese economie om geopolitieke doelen te bereiken. Mensenrechten te blijven bevechten. En China zou zich duidelijker uit moeten spreken voor Oekraïne. China. Misschien ga ik even door. China is een partner, een concurrent, een rivaal, een systeemrivaal. Maar een partner, concurrent en systeemrivaal. We kunnen niet door één lens kijken. Door massaal te investeren in eigen capaciteit verminderen we het risico van een te grote onafhankelijkheid. We investeren in grondstoffen, zonnepanelen, elektrische auto's, kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie. Made in Europe wordt ons motto. Het is belangrijk onder elke omstandigheid. En wie dit ideaal wil bereiken, zal ook realistisch en met een open vizier moeten kijken naar handel. Handel met zoveel mogelijk verschillende landen, van Azië en Afrika tot Zuid-Amerika en uiteraard Noord-Amerika. Democraten, ik heb niets met het nationalisme van rechts en links dat ons wil opsluiten in een versplinterde, eenkennige wereld. Maar laten we dan ook bewijzen waarom de wereldhandel op basis van vriendschap en vertrouwen een opmaat is voor duurzame vrede en stabiliteit. Laten we eindelijk de grote belofte van handel nakomen. Bescherm onze meest kwetsbare bossen. Koester de biodiversiteit. En laat alle mensen delen in deze groei. Democraten, zo voorkomen we dat over Europa gezegd wordt wat de Duitse schrijver Heinrich Heine ooit schreef over het 19e eeuwse Nederland. Ik denk wel bekend bij jullie. Als de wereld vergaat, dan ga ik naar Nederland. Want daar gebeurt alles 50 jaar later. Toch niet, zou ik zeggen. Maar democraten, deze tijd van gevaarlijke geopolitiek met alle economische gevolgen maakt mensen onzeker. En onze spankracht als samenleving, als mens, wordt zwaar op de proef gesteld. Dat moeten we erkennen. Technologische ontwikkelingen zorgen voor vervreemding. Ook al is technologische vooruitgang een groot goed. Denk maar aan de zorg, aan het klimaat. Er zijn tal van voorbeelden in onze eigen maatschappij, in onze economie. Maar sociale media hebben de wereld dichter bij onze vingers gebracht, maar een stuk verder van het hoofd en het hart. En ik zou bijna cut and paste Sander Schimmelpennink willen doen, maar ik zeg het dan toch maar even op mijn eigen manier. De Twitter-democratie reduceert het publieke debat tot op zijn best een ordinaire schoolpleinruzie. En dan druk ik me eigenlijk nog beleefd uit. En alle ergere variaties, daar kunnen we onze eigen woorden bij vinden. Maar de duizelingwekkende ontwikkelingen van de kunstmatige intelligentie bevatten kansen en risico's. En dit weegt zwaar. Dit weegt zwaar op ons allemaal. Want het beest groeit ook. ChatGPT was eigenlijk nog maar het begin. En de manipulatie van beeld vervaagt de grens tussen nep en echt. We zijn allemaal bekend met die verschillende beelden van mensen van wie je niet meer weet of het nou echt of niet was. Het vraagt echt een hele zorgvuldige, nadere blik. En als die grens steeds meer vervaagt, zal ook wereldwijd wantrouwen gevoed worden. En het risico op buitenlandse beïnvloeding en ondermijning van verkiezingen is desastreus voor de democratie. Daarnaast zullen banen verdwijnen. In landen met arbeidstekorten zal dat misschien voelen als een verwelkome ontwikkeling. Maar het verder afbrokkelen van de middenklasse zou ook de nekslag kunnen betekenen voor het broze vertrouwen in de instituties van de democratie. En dat. En dat vraagt om actie en bescherming van burgers. En ook hier kan Europa haar waarde bewijzen en in de wereld voorop lopen. Maar, democraten, onzekerheid wordt ook in Nederland gevoeld. En dat dwingt tot reflectie. En laat ik daar zelf mee beginnen.
Dit is de eerste keer dat we elkaar spreken op een congres sinds de Provinciale Statenverkiezingen. En laten we eerlijk zijn, de uitslag was voor ons een tegenvaller. Dat is jammer, want voor al onze goede mensen in de provincies met name. Ik, en ik spreek namens jullie allen, heb jullie werk in de campagne enorm gewaardeerd. En ik dank jullie daarvoor. Haagse politieke impasses hebben ook ons parten gespeeld. Maar deze stonden niet op zichzelf. De oorzaken van deze uitslag liggen dieper. Mensen ervaren ongelijkheid in status, ongelijkheid in verdeling van winst en welvaart. En dat voedt onvrede. Dat is het echte probleem. En wij hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. We moeten ons blijven verplaatsen in mensen, in de ander. Die er anders over denken. Of in de knel dreigen te komen. Of al klem zitten. En zoals de Amerikaanse filosoof Michael Sandel onlangs zei, we hebben echt debat nodig in plaats van elkaar, naar elkaar te schreeuwen zonder te luisteren. En daarom is Hans Veilbrief elke week in Groningen. Hij gaat het gesprek aan. En Alexander van Huffelen op de eilanden. En daarom praat Jan Paternotte met patiënten over belangrijke zaken van medische ethiek. En daarom, we hebben het al gezien, organiseert Rob Jetten een burgerberaad over de klimaataanpak. Democratie vraagt dat iedereen kan meedoen en voelt dat hij of zij mag meedoen. We weten ook dat het oude model van meritocratie, u kent het wel, Robert verwees er ook al aan, doe je best, grijp de kansen, dan komt het vast wel goed. Eigenlijk, het komt goed. Dat was nog een beetje mijn generatie af en toe. Maar dat gaat niet voor iedereen op. Niet iedereen zal alle kansen krijgen om de kloof zelfstandig te overbruggen. Die was er niet voor jou, Sander. Niet iedereen zal in staat zijn een universitaire opleiding te volgen. En dat hoeft ook niet. Als wij als samenleving de erkenning en de waardering en het respect geven aan iedereen, ongeacht sociale status of opleiding. En het was Robert Dijkgraaf die het zo treffend beschreef tijdens ons vorige congres, maar eigenlijk nu weer, dat de ladder van het onderwijs gekanteld moet worden tot een waaier, waarbij je niet langer omhoog klimt en omlaag valt of kunt vallen, maar op ieder vlak van die waaier zo lang mogelijk kan blijven lopen en het uitlopen als je zelf wilt. Dan maak je keuzes die je zelf wilt. Je ontwikkelt je talenten. Zo kan iedereen eigen interesse, eigen talent versterken. En we zijn dan vrij van begrippen als hoger, lager. Ook dat, en Robert zei het ook, versta ik onder sociaal liberalisme. Respect en gelijkwaardigheid. En iedereen, maar dan ook iedereen, hoort erbij. Democraten, D66'ers hebben idealen en we nemen verantwoordelijkheid. Wij zijn bereid om moeilijke klussen te klaren. Wij zijn ook bereid om het landsbelang boven partijbelang te plaatsen. En we weten ook, het gaat niet allemaal in één keer. Draagvlak creëren, dat kan echt best wel lastig zijn als je haast hebt. En de natuur en ons klimaat kunnen niet wachten. En de jeugd en hun toekomst, en we hebben het ook weer van Laura gehoord, die zijn met reden ongeduldig. Maar dat wil niet zeggen dat ze onverstandig zijn. Ze zijn ongeduldig, want de toekomst is van hen. En wij zullen dus een weg vooruit moeten vinden. Een weg die recht doet aan de urgentie en die recht doet aan de gevoelens van mensen. Dit beschouw ik ook als onze opdracht voor de komende tijd. En Barack Obama zei dat democratie de bereidheid is om compromissen te sluiten. Ook als je 100% gelijk hebt. Hij zei ook, wie gelijk wil krijgen moet draagvlak verwerven en soms pragmatisch zijn. Wie het compromis verwerpt, blokkeert in feite de verandering.
En democraten, in tijden van polarisatie is het belangrijk om over het compromis te spreken. We zien compromis, het compromis, als een manier om onze idealen dichterbij te brengen, om het mogelijk te maken. En dat doen we niet omwille van het compromis. Dat zou leeg zijn, maar om de kwaliteit ervan. Waarden en rechtsstatelijke principes zijn daarbij voor ons leidend. Zullen dat altijd zijn. En ambities blijven. En daar ligt de balans. En wat mij betreft, en ik denk voor velen van jullie, heeft het kabinet onlangs laten zien dat het wel degelijk kan. In harmonie, tot een compromis besluiten en het pragmatisch gaan doen. De Groningers krijgen de erkenning waar ze al jarenlang recht op hebben. De klimaatplannen laten zien dat de coalitie over eigen schaduwen kan heenspringen. En het kabinet heeft zich herpakt. Ook met het inzicht, zeg ik even, dat overheidsgeld niet langer gratis is en dat een solide begroting een groot goed is voor de generaties die na ons komen. En het kabinet komt op stoom. En dat was ook nodig ook natuurlijk, zeg ik erbij. Maar als je eenmaal stoom hebt, ga je door. En als D66er wil ik met u laten zien dat het mandaat dat mensen ons hebben gegeven, dat we daar zorgvuldig mee omgaan. En dat doe ik met ambitie, maar ook met realiteitszin. En democraten, maar sinds vandaag wist ik even niet of ik jullie republikeinen of monarchisten moest noemen. De motie strekt richting de monarchisten, maar het brengt me toch even terug naar de Kings of War. Politieke besluitvorming in tijden van crisis, daar ging het over. Tegenover pure machtswellust stond empathisch en rechtvaardig leiderschap in het landsbelang. En democraten, laten we dit voor ogen houden en laat dat een bron van inspiratie, moed en energie zijn om door te gaan. Dank jullie wel. Yeah.